Sarah. En ik hoop dat ik geen... Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Het is woensdag. En ik ben al helemaal klaar voor school. En ik zit op de bank en Sarah is nog aan het eten. En verder zijn we klaar. De wonden zijn de wereld nog niet uit. Wat heb ik vandaag aan? Dit shirt van Vogue. Spijkerbroek van Friends Connection. En mijn nieuwe sandalen. Die ik heel scheef film. En nu even een paar minuten wachten en dan gaan we de deur uit. Gaan we naartoe? Naar school. Heb je er zin in? Ja. Je gaat naar de grote speeltuin, hè? Ja, naar Brabant. Ja. Wie heeft er ooit maar verzonnen dat er zo weinig uren in een dag zitten? Ik ben thuis bezig geweest en ik moet alweer naar school. Dat ik eigenlijk denk van ja, ik ben al lang niet klaar met alles wat ik wil doen. Echt zo vervelend. Maar goed, we komen er vanzelf wel. Spullen pakken en net gaan lopen. We zijn weer thuis en ik heb nog een pannenkoek die ik van gisteren over had opgewarmd als lunch. Ze is ook aan het lunchen. En waar ga je zo naartoe? Wat vies eten als ik aan het filmen ben. We gaan zo ook even naar ballet. Ballet weer gehad en ik vind dat altijd zo'n lekker momentje. Zit ik met een paar hele gezellige mama's en dan kan ik eigenlijk even niks anders doen. En dat is best wel prettig. Sarah en ik eten vanavond alleen, maar ik was laat thuis. Nee, ik dus... pannenkoek. Nee, we hebben gisteren pannenkoek gegeten. We eten vanavond kippie. En wat nog meer? En aardappeltjes en boontjes. Komt helemaal goed. Tijd om te koken. Ik ga lekker kip met aardappeltjes en boontjes maken. Volgens mij hadden we dat wel al verteld. Ja, volgens mij wel. Ik vergeet dat altijd. En ondertussen de vaatwassen uitruimen, want ik ben wel altijd heel erg van het multitasken. Dan krijg je gewoon zoveel meer gedaan in dezelfde tijd. Sarah heeft de jurkje maar even uit, want dat vond ik niet zo'n goed idee met de kip. Sarah. Ik hoop dat ik geen zenuwen eet. Zenuwen eten? Ik vind het zo hilarisch. Of zenuw. Eten toch? Zenen. Zenen? Ja. Zenen.
nog even saampjes aan het genieten. En dan gaat deze kleine dondersteen naar het bedje toe. Zullen we fotootjes kijken op jouw telefoon? Zullen we samen fotootjes kijken? Kunnen wij dat? Ja, zullen we met Woezels zo spelen? Weet je wat ik heb? Ja. Mag niet lachen, hè? Ja. Geloof je niet te lachen? Ja. Ik heb een sticker op mijn billen! Kun jij mij nou uitlachen? Nee, toelachen. Oh. Grapje. Maar weet je wat ik heb? Een sticker op mijn billen! Ga ik net het konijn eten geven, zie ik dat er een bij aan het verdrinken is in het zwembad. Dus die gaan we er maar even uithalen. Kijken of die dat redt. Ja, hij doet het nog. Nou, ik weet niet of hij het gaat overleven. Hij is heel nat, maar we hebben hem eruit. Echt mega vervelend. WhatsApp, Facebook, Marktplaats, Instagram, YouTube, op de computer dan. Wat had ik nou nog meer ontdekt? Bij niks, werk, foto's is een of andere hele grote storing. Maar ik vind het wel raar, want... bepaalde dingen lijken mij helemaal niks met elkaar te maken te hebben, maar toch werken daar ook de foto's niet. Dus ik heb een vlog geëdit, maar ik kan hem niet uploaden. Dat had ik net met iets geprobeerd, maar dat pakte die ook niet. Waarom snap ik ook niet, want het lijkt me helemaal los te staan, maar goed, dat doet hij niet. En ik kwam verder echt bij niks. Echt zo belachelijk, maar goed. Ja, dus... ga maar tv kijken. Die doet het wel. Ik heb er gebruik van gemaakt en gelijk heel de avond niks gedaan. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Tot morgen.